Nou lijk jij eigenlijk een beetje een seizoensbedrijf. Hoe organiseer je dat, Ruud? Nou ja, in eerste instantie lijken we inderdaad, je zegt het goed, een seizoensbedrijf. Maar inmiddels draaien we eigenlijk in de winter ook wel door. En dat betekent ook wel weer een anders organiseren van werk. Normaal heb je vanaf april begint het seizoen te lopen tot juli. En dan werd het vakantie. Maar doordat je nu eigenlijk ook de vakantievierders hebt, loopt dat daar eigenlijk ook in door. Dat betekent dat november pas eigenlijk weer wat rustiger gaat worden. En dat betekent ook dat dan de mensen die veel uren maken op dat moment ook weer wat rustiger gaan krijgen. Dan gaan we ook het onderhoud is bij ons een continu proces. Dat wordt gelijk opgepakt op het moment dat het materiaal terugkomt en we hebben het gebruikt of de klant heeft het gebruikt. Mm-hmm. Voordat het schappen ingaat, wordt het weer schoongemaakt, wordt het nagekeken en dan pas mag het weer in de schappen terecht gaan komen. Dus dat betekent eigenlijk dat we daar continu mee bezig zijn. In de winter proberen we inderdaad te compenseren om wat rust te nemen. Maar dat betekent ook weer voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De website moet aangepast worden. De programma's moeten aangepast worden. De relaties moeten afgegaan worden. Ja, natuurlijk je outdoor locatie die wat onderhoud nodig heeft natuurlijk. Die willen we eigenlijk altijd weer wat nieuws neer kunnen zetten. En wat nieuws kunnen organiseren. Dus daar zijn we in de winter vooral mee bezig. Maar eigenlijk onze winter paintball loopt gewoon door. Onze schietarrangementen lopen door. Het is vroeger donker, andere sfeer. Wij zorgen voor wat warmte. We hebben een kachel staan. We hebben een warmteheater staan. Dus op die manier zie je dat eigenlijk in de winter onze activiteit op dit moment ook weer leuk. En dan doen we een winterbarbecue erbij. Nou, de sfeer maakt uiteindelijk een hele andere ambiance. Wat mensen eigenlijk heel erg leuk vinden. We merken wel, als je het over verandering hebben van mentaliteit, dat mensen graag buiten zijn. En graag buiten dingen doen met elkaar. En als ze dan maar een beetje kunnen schuilen en warmte hebben, dan kun je in de winter ook prima doordoen. Nou is het tegenwoordig ook het weer steeds beter. Hè? We worden de Mediterranee van het noorden. Met deze klimaatverandering. Dus nou ja, als ik kijk naar De vruchten van. Als ik kijk naar de start van het seizoen dit jaar, maart, is eigenlijk een hele mooie maand geweest. En dat betekent ook dat klanten merken van, we willen weer naar buiten. Dus dat merk je ook als het voorjaar een beetje vroeger begint te komen. Gaan met ook sneller bellen of mailen om informatie aan te vragen. Om uiteindelijk weer een activiteit te kunnen gaan plannen. En uiteindelijk weer iets leuks te kunnen doen met elkaar. Ze willen naar buiten. En als je dan contracten met je mensen hebt, hè, dan neem ik aan dat dat ook een beetje variabel is met je personeel. Ja. Ja, de mensen die vaste uren hebben, hebben vaste uren uiteraard. De anderen zijn flex, dat zijn oproepkrachten. Die hebben nulurencontracten en dus werken op het moment dat er werk is. En uiteindelijk op het moment dat ze heel veel werken, dat zijn het hoogseizoen. In het lage seizoen hebben ze toch weer, of dat ze naar school moeten, of dat ze geen vakantiedagen meer hebben, dan zijn ze weer aan het werk. Dan werk je ook met stagiaires? Ja, wij werken met verschillende opleidingen samen. Ja. En we hebben 4 stageplaatsen altijd. We willen geen organisatiebureau zijn wat alleen maar met stagiaires werkt. We hebben echt 2 hbo-plaatsen, 2 mbo-plaatsen. Is er geen hbo'er, dan worden 3 mbo'ers of andersom. Uh-huh. Maar we kijken tegenwoordig naar sportspecifieke opleidingen of marketing of sales gerelateerd of social media gerelateerd. Marketing bijvoorbeeld is ook iets wat we tegenwoordig als stagiair kunnen doen. Daar kunnen ze eigenlijk alle facetten van het vak leren. En dan betekent dat ook dat ze uiteindelijk wel mee moeten draaien in eerste instantie in de praktijk om te merken van hoe complex een bedrijf we kunnen zijn, hoe klein of hoe groot we ook zijn. Want je database wordt natuurlijk steeds groter. Dus die heeft ook zijn onderhoud nodig en zijn campagnes erop benoemen. Ja. We worden steeds breder. Dus en we moeten snel onze handel kunnen neerzetten en onze handel moeten we op de juiste manier organiseren. Duidelijk. We gaan naar het volgende nummer. Hier komt Shakira met Whenever, Wherever.